Jawel, een nieuwe piepshow. En dit keer geen speciale piepshow. Ja, wel een speciale piepshow, maar niet een piepshow speciaal waar andere mensen bij zitten of één onderwerp. Het is gewoon een reguliere aflevering waar we toch wel weer een aantal dingen uh, over kunnen lachen of over kunnen mopperen. Want daar hebben we altijd wel even zin in. Um, er gebeurt namelijk genoeg in de industrie. Laten we beginnen met de game waar de afgelopen weken toch wel behoorlijk wat stond over uitgedonderd werd: dat is Diablo Immortal. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Ik Ongelooflijk. zag net een video van een YouTuber waar ik dan ook weer geen medelijden mee had. Maar die had 15.000 euro erin gestoken. Die kreeg toen uiteindelijk, eindelijk na 15.000 euro, de... de... De, de hoogste jam die hij kon winnen. En toen was hij ja. zo boos. Die heeft hem meteen vernietigd in game. Oh ja? Nou ja. Waarom was om... hij boos? Omdat hij 15 had. Toen al 14.999 ja. <laughs> dollar. Daar heb ik fucking Hij had eerst 10.000 gedaan. Had hij niks gekregen. Nothing. Ja. Uh, behalve random bullshit. En toen bij 15.000 had hij eindelijk dan een, een echte jam. En toen zei hij: van, Kom op, jongens. 15.000 euro. En dan krijg ik dan pas dit. En toen was hij zo kwaad. En hij doet dat natuurlijk ook weer voor de kliks. En weet ik allemaal. Wat. Ja, ik, maar ik, ja. Dat is toch een beetje het ding. Weet je. Je, je weet toch de definition van insane het die de hele tijd hetzelfde doen in de hoop op een andere uitkomst. Ja. Ik bedoel, dit is gewoon, het is bullshit. Als jij je, weet je, als je als je als een debiel gedraagt, ja, dan krijg je debielige situaties. En dat is dit. Weet je, je gaat niet 15.000 euro uitgeven aan een aan zo'n game. Je gaat sowieso geen 15.000 euro uitgeven in een game. Je helemaal gek geworden. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En toch, en ik heb ook wel eens een mailtje gehad van iemand die dan toch niet 15.000 euro, maar dan door fut toch in een soort van Staat komt dat hij, dat hij zich niet kan inhouden en die had dan al 2000 gulden eraan uit. Ja, maar dan, dan missen er toch een paar grammen zo. Nee, dat, dat dacht, is het. Dat, ja, dat is toch ja, iets, nou, is toch iets ge nou, niet gelukt. Ik heb ook een beetje gokverslaving op een gegeven moment met fruitkasten, Dan denk ja, ik ook dit dat het zo is: geen gokverslaving. Je krijgt geen geld, je krijgt bullshit. Ja, oké, okay, nee, daar heb je een duimpje gelijk in. Dat zou ik ook niet doen. Nee, dat, dat klopt, ja. En, en toch. Gaan mensen daar blijkbaar in mee? Nou ja, anyway. Uh, die game uh, doet dat uh, uh, behoorlijk heftig. Zeker als je bij de endgame komt. dan wordt het bijna onmogelijk. of heel langdradig. wil je het zonde doen. en dan. Nou, ze duw je er aan alle kanten in. Uh, heel veel. Stromt eroverheen. Uh, hij staat op een 0.2 inmiddels. Het is ongelooflijk, maar je denkt elke keer: het kan niet lager. 0.2 op Metacritic, dat is nu het allerlaagste wat er is. Terwijl iemand het licht hier aandoet, terwijl hij naar de wc gaat. Dat is altijd leuk. Nou, dat is um, jullie natuurlijk. Jui, ja, inderdaad. Uh, terwijl er staat: zo'n zwart kruis staat er op dat ja. knopje. Um, 0.2, dus iedereen kotst eroverheen. En. Nu kwam er toch deze week uh, het bericht naar buiten. En dat laat ik je nu zien. Dat Diablo Immortal gets over 24 million in spending. Within 14 days after launch. Oftewel, er is 24 miljoen dollar verdiend aan deze game. Um, binnen 14 is dagen, Is dat veel 24 miljoen dollar wil. Goeie, goeie vraag. vraag. Ik, bedoel, ik, ik heb het niet liggen hoor. Nee. Helaas, maar, nee. maar voor zo'n game, weet ik je, is dat veel? Nou ja, in ieder geval, Amerika 43%, uh, Zuid-Korea 26%. Dat is een goede vraag. Ik wil het ook even dan uh, vind ik wel belangrijk om dat in, in perspectief te doen, want. Iemand uh, was zo slim om dat ook te doen, die zei: Van uh, Diablo 3, dat is de vorige game, dat is de voorganger. ervan. Ja. en die heeft 210 miljoen dollar in de eerste 24 uur verdiend. Dat, dat is dus door verkoop van de game. De game, ja, uh, yeah. um, als je dat dan weer even omrekent, dan zouden ze dus in twee weken tijd 10% van dat bedrag hebben gehad. Nou, moet je even een paar dingen erbij in oogschouw nemen. Ten eerste... de game is bijvoorbeeld nog niet uitgekomen in China. Wat over het algemeen, als het om free-to-play... en uh, market Sections gaat... Die, die gaan heel hard, die Chinezen. En uh, het verschil tussen free-to-play... en het, het hele basisidee erachter... is dat het een long-term ding is. Oftewel, mensen blijven spelen, ja. mensen blijven spelen. Het gaat omhoog, terwijl dit um, natuurlijk... Maar, maar wacht even, dat, ja. dat, 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 dat long-term effect... werkt alleen bij positieve feedback. Zeker. En als je in een negatieve feedback loop terechtkomt... en dat, ja. dat hebben we ook genoeg voorbeelden van gezien... Dan eindigen dit soort games gewoon op de grote hoop van rotzo-titels. Ja. En Blizzard, ja, Blizzard heeft er op een gegeven moment voor gekozen om zijn goede naam te grabbelen. te gooien. Er zijn toen ook heel veel developers weggegaan. En die. Um... Ja, god, dat uh, is pijnlijk. En dit is hoe pijnlijk het eruit ziet. Ja. Ik vind deze tweet die je net liet zien, misschien kan ik nog een keertje zien. Ik vind, ik, vind, ik vind hem echt heel goed. Want uh, uh, dit is precies wat er aan de hand is. Ja. Diablo 3 heeft uh, 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 90% meer, wat zeg ik, <laughs> 900... 10 keer meer, dus echt 1000 procent meer verdiend in de eerste 24 uur. Uh, en nu hebben ze ook nog eens een keertje op Metacritic de allerlaagste uh, userscore uh, ooit voor uh, een Blizzard game uh, gedaan. Goed job, Blizzard, nail dit. Ja, absoluut. Ja, het is gewoon, ze zijn een naam te grabbel aan het groeien. Nee. Het, het is dom. Uh, ik heb meeladen voor de mensen die hier uh, vijf jaar lang aan gewerkt hebben. Het is ja. gewoon super stom. Man, dit. Um. Die 24 miljoen kwam overigens niet van Blizzard zelf. Die kwam van een. Uh, ja, je hebt een aantal van dat soort firma's. Uh, hoe heet dat nou? Nieuwzoe is zo'n firma die dan proberen te achterhalen. Oh, via, de cijfers. Via ja, ja. De cijfers. Uh, dus het feit dat Blizzard kijk stel nou er was 50 miljoen of 100 miljoen gigantisch veel geld vinden hadden ze dat al lang geroepen weet je ja, van uh, dat hebben geen, ze niet het gedaan is geen dus dat en het feit dat Diablo uh, 4 werd natuurlijk getoond tijdens ja. uh, de Xbox showcase en daar zijn uh, mensen echt suiked voor exact en meteen na afloop uh, zeiden ze al jongens: uh, wat we met Diablo in Mortal gaan we hier niet doen, dat gaat niet gebeuren. Dus ook dat ze zijn, natuurlijk, dit, dit heeft best wel veel pijn gedaan, dus ze moesten onmiddellijk daar afstand van nemen. Dus ik denk uh, het zal zeker nog wel meer gaan verkopen. Ik denk niet dat ze die 210 miljoen gaan uh, halen. Aan de andere kant vind ik 24 miljoen, vind ik gewoon nog steeds heel veel geld in twee weken. Dat dat, dat ja, dat zijn de tienduizenden mensen die shit kopen. En ja. Het is bizar. Ja. Uh, maar. Het, ja, als, als gamers dit blijven doen. Uh, ja, dan, dan blijft dit ook gewoon uh, voortkomen. Dus het is ook een beetje je eigen. Schuld. Dan Xbox. Uh, ik denk dat we kunnen stellen dat we een, um, een redelijk goede Xbox Showcase hebben gezien. Uh, eigenlijk hadden ze één taak. En dat was te laten zien: uh, wij hebben meer dan genoeg games. De komende, het komend jaar. Nou, dat zijn 40 plus titels. in een jaar tijd die. naar Game Pass komen. Dat is. Ja, dan heb je content. Dus ja. dat, dat kunnen ze stellen. Er zat toch iets, iets naars um, in die persconferentie, wat, presentatie die ik niet 1, 2, 3 eventjes toen al had opgevat. En dat is dat ze een aantal games. Volgens mij was Long 1. één. Um, daar dwongen ze eigenlijk, of daar hebben ze afgedwongen bij de publishers. Uh, het zijn namelijk multiplatform games. En mm -hmm. Zij hebben met een embargo hebben ze afgedwongen van NDA dat dat niet gezegd mocht worden. Dus echt. Maar wacht even. Dus Microsoft heeft dat gedaan. Ja, die heeft. Uh, en dat kwam naar buiten doordat uh, uh, iemand van de media kreeg een mailtje van Tecmo. Uh, dat ze bijvoorbeeld het filmpje van Wu Long met daarin uh, playable en Xbox en PlayStation 5 bla Die mochten ze pas na de 14e tonen. Ja. En dat is raar. Dat je een embargo krijgt van tevoren. Oftewel, Microsoft heeft tegen, tegen deze bedrijven gezegd: hé, hey, je komt in mijn show, maar. Er mag niet staan dat hij ook op de Playstation 5 speelbaar is. Ja, maar de, de dag daarna had het, mochten ze het wel. Mochten ze het wel. Maar goed, de dag daarna, weet je. Maar dat betekent ze willen ja. gewoon het nieuws als activiteit. Want anders heb je, krijg je zo'n PC gameplay evenement waarbij al het nieuws al gelekt is en op straat ligt voordat het evenement... Snap ik, maar het maakt het wel onduidelijk. Overigens, Sony heeft dit in het verleden ook gedaan. Het is iets wat de hele tijd hè? is het nou timed? Uh, is, is weet je wel, bedoel wat 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 krijg ik nu waar, weet je wel? Dat maakt het moeilijk, want mensen denken dan toch heel snel op social media van wow, boelong exclusief voor, maar dat is het dus niet. Alleen het lijkt zo als je het niet goed onderzoekt. Nou, er zit nog een ding aan. En vroeger was dat heel duidelijk bijvoorbeeld dat het dan heeft een titel, heeft een bepaald heeft een platform als main platform. Dat zou kunnen, Dus ja. uh, Bijvoorbeeld voor Assassin's Creed... was altijd Xbox het main platform. Ja, marketing deal. Was, ja het een marketingdeal. Ja, een marketingdeal. Dat betekent ook dat uh, Microsoft mee aan de marketing van Assassin's mm -hmm. Creed games. Uh, als we bijvoorbeeld naar een beurs gingen, zoals de E3... dan speelde je Assassin's Creed uh, demos uh, op xboxes. En dat, nou goed, dat is hoe dat werkt. Het dat ja. is gewoon een gezamenlijk traject. En dat gaat heel wat meer, heel wat verder dan alleen zo'n showcase. Mm -hmm. uh, daar zit gewoon ook allemaal revenue deals aan. Daar zit de, de deal aan vast waarmee ze op Game Pass komen. Daar zit ook een bepaalde verdeling aan vast waarschijnlijk. Dus dat wordt allemaal in een soort ding gegoten. En onderdeel daarvan is van, oké, okay, we communiceren wel uh, via de, uh, de launch, of, of weet ik veel, de eerste aankondiging, of de eerste trailer, weet ik wat, mm -hmm. communiceren we via een officiële xbox showcase. Nou, dat is dan dit geval. Geweest. Um, het is niet heel ongebruikelijk. Sony deed het uh, of doet het waarschijnlijk ook nog steeds. Ja, ja, ja. Weet je? Ja. Ik bedoel, uh, dit gebeurt gewoon heel veel. En dat, um... Vind jij het um, als dus blijkt dat de game ook op een andere console uh, gespeeld is? Vind jij het dan de taak van de publisher om dat ook meteen te zeggen? Of mag je gewoon zeggen: deze game komt op de Xbox? Niet exclusief, nee, deze game. Komt Op de Xbox en de PC komt toch ook op de Xbox aan de PC? Nee, precies. dus dat is een dat beetje het verhaal. Het verhaal he, bedoel, je, je kan natuurlijk ook je hoeft je hoeft ervan, niet te zeggen van hij komt ook op de PlayStation of de Wii U of misschien heb je nog een Dreamcast liggen nee. thuis. Weet je, ik bedoel, dat dat hoeft allemaal niet. Weet je, nee. het, ga, het gaat er gewoon om uh, hoe, hoe steekt die marketingdeal in elkaar. Mm -hmm. En ja, om heel eerlijk te zijn, ik wil dit is waarom je naar de piepshow kijkt of überhaupt <laughs> op YouTube iets kijkt of weet ja. ik wel wat voor nieuws volgt. Weet je, ik bedoel... Iedereen weet dat de kans groot is dat je na dit soort showcases allemaal dat soort informatie krijgt. Dus ja. nou iedereen die Boelong uh, wou spelen op, uh, op een PlayStation, die kan gerust gaan slapen. Want hij komt ook op de PlayStation 5. Ja, het is natuurlijk wel die battle. Die tussen de, de, de fanboys heerst. Want, uh, nu hebben we weer een heel gedoe rond Final Fantasy. Uh, dat is er weer aangekondigd bij PlayStation. En Square zegt: die en die games die komen ook naar de Xbox. En andere games zeggen ze niks over. Nou, ik geloof best wel. Final Fantasy heeft natuurlijk een enorm PlayStation verleden. Dat het misschien tijdelijk best wel eens een end-exclusief uh, kan zijn. Misschien wel helemaal. Moet ze daar wat over zeggen? Weet ik niet. Uh, daar liggen gewoon deals. En dat zijn gewoon zakelijke deals. En het is inderdaad dan aan de consument uh, om uit te zoeken of het wel of niet uiteindelijk ook naar jouw platform komt. Het maakt het wel soms wat onduidelijk, dus je moet gewoon goed opletten en niet meteen, ja, mensen springen meteen in die hoge boom van, weet je wel, ja. moet je misschien niet doen. Maar uh, het was wel opvallend dat Microsoft deed dat tot nu toe volgens mij niet echt, maar is daar dus nu aan uh, meegegaan. Dan ja. uh, het proces tegen Activision speelt al ongelooflijk lang. Um, moet ik even kijken waar ik die, uh, die. Even kijken hoor, dan moet ik hem even pakken. Um, ja, nog steeds, uh, er lopen een aantal rechtszaken. Er uh, is nog steeds geen uitzoek, uh, geen, geen uh, eindresultaat van. Is er nu daadwerkelijk sprake geweest van een, een, ja, een werkomgevingprobleem, in welke hmm. vorm dan ook? Um, en heeft het management daarvan geweten en dus willens en wetens die werkomgeving in stand gehouden? of? Tegenwind uh, tegengehouden. Nou, toen dacht Activision: weet je wat, dan doen wij zelf een onderzoek. En uh, ze hebben dat onderzoek gedaan. En uh, nou, nou, het, 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 de uitslag van het onderzoek van Activision zelf is nu bekend. Er is geen bewijs uh, dat dit gebeurd is en het management. Uh, um, ja, het management is, is, is ja, er is geen schuld. En uh, ja, dit is WC 1. Wij van WC Eend raden ja. WC eend aan. Precies. Ja, wat moet je hiermee, man? Ik, uh, nee, precies dat. <laughs> ja. Weet je, ze hebben onderzoek gedaan en er kwam niks naar buiten. Ja, goh, je meent het, dat zou ik ook doen. En ja. uh, kijk, ze zitten in een overnametraject met Microsoft. Dus het laatste wat ze zouden willen doen is een onderzoek doen waaruit naar buiten komt dat het één grote bende is intern. Ja. Want dan zou Microsoft wel eens kunnen afhaken. Dus uh, een andere uitkomst was onwenselijk geweest en in die zin ook uh, um, ja, niet mogelijk geweest. Want nee. ja, ze moeten overgenomen worden. Is, is, het dit, niet, um, is het niet? Is het zo? Um, want ik zie hier ook van. There simply, there, there simply, is no room at Activision Blizzard for anyone who does not practice our corporate value of providing a safe, inclusive and welcoming workplace that serves a model for our industry. Kijk, um, vaak is het ook zo dat mensen die slachtoffer zijn, of dat mm -hmm. wel of niet is, die, die hebben een soort van barrière om om op een gegeven moment. Daar aangifte tegen te doen. Of naar voren te komen. Weet je? Dat zo'n bericht, namelijk van. Nou, ik heb bij mezelf onderzoek gedaan. Ik vind het ook bij de politiek doet het ook vaak. Weet je? Dan hebben ze zelf onderzoek gedaan en dan zeggen ze van. Nou, ik heb niks kunnen vinden. Dus er is niks aan de hand. Einde verhaal, uh, laten we verder gaan met de orde van de dag. Weet je? Dat juist die mensen die daar. Mogelijk bewijs hebben, maar nog niet durfden naar buiten te komen. Want uh, ja, lastig, lastig. Die nu zo getriggerd worden. Wat de fuck? Zit je nu serieus ook nu van jezelf te zeggen dat er niks aan de hand is? Nu word ik echt boos. Ja, uh, nee, maar de, dit is een klap in het gezicht voor iedereen die er uh, uh, ja, rondloopt met ja. allerlei problemen die ze daar ervaren. Um, aan de andere kant, er staat. Het, als je dat artikeltje nog één keer opent, er stond. Kijk, ja? er is een uh, Wall Street Journal artikel geweest op een gegeven moment mm -hmm. uh, over. Um, uh, dat CEO Bobby Kotick een, een, um, een beslissing om iemand te ontslaan, uh, medehoofd van Treyarch, ja. die zou uh, sexual harassment hebben gepleegd, weet ik wat. En Bobby, die zou ontslagen worden, en Bobby Kotick heeft dat overruled. Ja. Uh, dat was natuurlijk een van de grote pijnlijke conclusies van dat uh, Wall Street Journal artikel. Ja. Um, en, en daar is heb ik nog... voor het gemak even niet naar gekeken. Nee, en, en, en er, er is ook nog uh, uh, een mevrouw geweest volgens mij die zelfmoord uh, had gepleegd hm. en uh, dat is gesetteld voor geld. En daarbij is ook dan in zo'n uh, juridisch uh, uh, proces hebben ze dan ook gezegd: We doen geen uitspraken over wie, wat er nu gebeurd is, daadwerkelijk. En uh, er is geen schuld. Het is ja. gewoon. Nee. Is ge dus ook dat is weg. Dus wie weet, dachten ze nu van: Nou ja, nu zijn die paar problemen die zijn weg. Dus kunnen we nu roepen dat er niks aan de hand is. Ik, het is niet dat ze helemaal zeggen dat er niks aan de hand is. Nee. Want ze geven wel, toe, wel degelijk toe dat er last of dat er harassment heeft plaatsgevonden op de werkvloer. Ze zeggen alleen. Na ja, nou, ons uitgewerkte onderzoek bleek dat het niet systematisch was. Ah, oké. Okay. En ja. ja, sorry hoor, maar dat is... Kijk, je krijgt een soort definitie. En het management hoor, want, wist er niks van. Dus zij konden, hadden ook niks. Uh, ja, uh, maar heen. goed, dat is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig dat het management... Want die, die creëren de cultuur, weet je. Wat ja. voor manager ben je als er dingen misgaan op de werkvloer... en je weet er niet van. Vroeg of later hoor je het. Maar goed, whatever. Ik vind, weet je, ik vind het ook... Het hele ding is in, aan alle kanten overtrokken. Um, ik vind het ook niet terecht om heel Activision Blizzard... Ik doe de werken, weet ik, van vijf 15.000 mensen of zoiets. Ik heb er geen idee, maar echt mm -hmm. heel veel. Uh, om dat allemaal maar door de door de, uh, door de door de, hoe noem je het, door de riool te gieten, ja. te spoelen, uh, is ook overdreven. Um, Zo'n groot bedrijf kent ook dit soort problemen. Uh, de vraag is gewoon: van hoe ga je ermee om en hoe los je ze op? Ja. En wat je het duurt nu zo zie... lang, hè, want er gebeurt niks. Maar, het... Z maar omdat beetje... het er ook niet toe doet, ik begrijp ja. ook dat het er voor de leiding niet toe doet. Ik bedoel, die staan onder druk van aandeelhouders ja. en in die overnamesituatie waar ze in zitten. En weet ik veel. En ze moeten door 30.000 hoepeltjes springen voordat ja. uh, Microsoft die overname daadwerkelijk ja. doet. Dus de, die zijn druk bezig. En dit is gewoon gezeik voor veel van ja. de gasten. Zou het zo kunnen zijn dat als Microsoft. Over een half jaar, een jaar op een gegeven moment de baas is. En uh, de, de Bobby Cottage heeft pff, een zak geld gekregen, of ergens soort van. Die gaat gepakeerd. gewoon weg. Dat dan echt het. Schoon schip begint, nee, nee, dit gaat nooit meer naar buiten komen. Okay. Weet je, de paar zaken die lopen, die worden op een gegeven moment afgekocht en dan is het klaar en dat was het dan. Oké, okay. en uh, weet je iemand die echt, echt een gegronde klacht heeft, dus echt iets misgaan. Nou, het is Amerika, dus die die, die, die die krijgt waarschijnlijk best wel wat geld mee. Ja, nou, veel plezier ermee. Lachen, uh, ga lekker op vakantie <laughs> en uh, neem een goede uh, uh, psycholoog in de arm. Ik weet het niet, maar doe iets en. Ja, dat is wat dat is het, dat is het enige wat hier uitkomt. Verder ja. niks. Het is alleen maar ellende en dat. Uh, en ik vind het ook de andere kant op. Hè? want ik, ik, ik heb gewoon zoiets van. Ik heb in principe. Het uitgangspunt is dat ik niet heel veel sympathie heb voor dat soort hele grote uh, uh, studio's. Mm -hmm. uh, omdat ik denk van ja, het gaat altijd uiteindelijk om de uh, om, om om wat er onderaan de strepen overblijft. Ja, en toch heb ik zoiets van ja, maar het zijn wel, ik bedoel. Blizzard is wel echt een natuurlijk een, nee, een, een, een fantastische staat van dienst, weet je? Ze hebben wel Warzone gemaakt ja. volgens mij. Ik wil ze hebben wel veel gedaan. Ze hebben ook veel uh -huh. betekend voor gaming. Het is gewoon dat het die bedrijven zijn te groot geworden, te log geworden en te bureaucratisch geworden en ja dat is jammer en ik denk ook dat dat nu te niet gedaan gaat worden. Ik dus worden allemaal opgekocht door, uh, door Microsoft. Ja. Ik denk dat die het gaat herstructureren. Ik denk dat die bedrijven vele malen goedkoper gaan werken. Sales, marketing, alles wordt allemaal mekaar geschoven. Uh, het wordt veel efficiënter. Ja, um, we gaan dit uh, volgen. Maar dit proces dat uh, de juridische zaken uh, duurt echt nog wel een jaar voordat uh, ook die onderzoeken zijn afgesloten. Dus ja, het ettert gewoon wat dat betreft uh, door dan. Uh, Um, een uh, leuke tweet die ik zag um, over ja, hoe gaat het uh, met uh, de PlayStation, de verkoop? Uh, nou ja, in principe gaat het natuurlijk uh, goed in die zin dat, dat, wat, dat wat er is, dat wordt verkocht. Alleen wat ik interessant vond is um, dat um, de Xbox minder ver achter ligt dan de Xbox One. Um, die was veel verder voor. Um, ja. uh, en dat betekent dus dat de PlayStation, hè, ze staan nu nog 5,7 miljoen voor. Hmm. Nou, snap ik, want ik bedoel, Microsoft, uh, ten eerste is natuurlijk de, de console is misschien wat minder populair en ze zitten niet vol op de beuken. Hè. Je mag ook op de PC, je mag op de, op de cloud, weet ik veel, het maakt niet uit als je maar Game Pass neemt. Uh, maar dit geeft denk ik voor PlayStation zelf, dit is ook weer niet wat ze willen zien, omdat zij volledig afhankelijk zijn van die. PlayStation. Dus zij willen dat die, dat gat vele malen groter wordt. Uh, want hoe groter het gat, hoe meer je misschien het gevoel krijgt, ik moet een PlayStation hebben, anders mis ik te veel. Ja, maar de, ja, weet je, ik, ik, ik vind hier een aantal dingen interessant aan. Ja. Kijk, om te beginnen, iedereen heeft te maken met tekorten. Uh, ja. Dus... PlayStation heeft overigens de, uh, dit weekend gezegd dat in, uh, dat, dat volgend jaar. Uh, Vele malen minder gaat zijn. Nou, dan ben ik benieuwd waarom dat ja. vele malen minder gaat zijn. Want dan de enige manier waarop ze dat kunnen uh, garanderen is doordat ze meer geld uitgeven per console. Dat ze kunnen. En uh, om heel eerlijk te zijn, als je nu een PlayStation 5 wil hebben, dan betaal je er ook gewoon 800, 900 euro voor, weet ik het. Mm -hmm. Het zij op marktplaats, het zij met een of andere deal bij een retailer die er van allerlei soort van rotzooi ja. bij je naar binnen daalt als je, dat, uh, als je dat mogen verkopen. Dus um, ik denk dat ze meer kunnen vragen voor een PlayStation. Ja. Um, aan de andere kant denk ik ook misschien uh, uh, neemt de productie van die chips toe, ik, uh, dat kan van alles spelen. Ik, ja, of dat gezegd uh, nogmaals, uh, als je kijkt wat er op dit moment voor een totale panische situatie in China is, vind ik dat kan niemand wat zeggen hoe dat er gaat uitzien over een paar maanden. Weet je? Als ze dus, in Shanghai hebben ze nu weer alles vrijwel dichtgegooid. En er was wel een paar mooie artikelen gelezen over hoe de productie daar nu ook gewoon echt weer 20%, 25% daalt. Dat de Chinese economie daar nu echt last van begint te krijgen. Dus dat zijn allemaal dingen. Je kunt gewoon niet voorspellen, meer met al die shit, die inflatie en dit en. Vroeger kon dat gewoon. Kon je heel eigenlijk vrij makkelijk zeggen: van, Dit is de prijs. Nou, zoveel fabrieken zijn er. Nou, okay, als ik iets meer betaal, dan dit, het kan niet meer. Er zijn nee. te veel uh, 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 factoren die je niet voorspelbaar. Dus zo'n uitspraak vind ik altijd riskant door te zeggen: Nou, maar volgend jaar gaat het helemaal goed komen. Ja. Want je, het stelt misschien weer mensen teleur. Maar goed, ga door. Nou, goed. Een ander ding: um, Dit is de PlayStation 5 versus de Xbox Series S en de X Series X. Ja. Series X is, nou, nou nog nergens te, te koop. Ik denk dat dat de situatie vergelijkbaar is met de PlayStation 5. Mm -hmm. Maar die Series S ligt overal in de winkels. Ja. Dus je zou echt verwachten dat, gezien die omstandigheden, um, de Series of eigenlijk Xbox in dit staatje ja. tenminste gelijk op dan wel niet beter zou moeten presteren dan mm -hmm. de PlayStation 5. En um, dan denk ik van hoe komt dat? En ik denk, heel eerlijk gezegd, en ik had er zelf ook last van. Ik denk dat de Xbox Series S niet goed in de markt is gezet. Dat zou kunnen. Ik ja. denk dat weinig mensen zich realiseren. Want ik dacht ook, ik dacht dat het gewoon een 27p-versie of 1080p-versie was mm -hmm. van, um, uh, van de Xbox Series X. Dat is niet zo. Het is 1440p. En het is uh, uh, nagenoeg. Um, um, ja, Het voelt gewoon 4K aan. Op mm -hmm. Het heeft natuurlijk wat upscaling, weet ik het. Uh, het ding is wel: het heeft maar 500 gig, volgens mij, ten opzichte van de 1 ja. terabyte. En je, kunt, X. je moet je games er allemaal op installeren, natuurlijk. Want het is een, een disk, die uh, kan er geen disk in stoppen. Nou goed, oké. Okay. Ja, ja, dat, dat nee. daar... Maar goed, er zijn een aantal redenen waarom je dat niet zou kan. Maar wat ik hieruit opmaak is dat de Xbox Series S gewoon geen succes is. Want die zou dat gat moeten nee. dichtlopen, omdat er namelijk genoeg voorraad is. Ja. Waarom is er genoeg voorraad? Omdat mensen het niet willen. Waarom willen ze het niet? Of omdat de propositie niet goed is? Of omdat ze het, uh, um, ja, omdat ze gewoon te duur vinden of weet ik het? Ja. Hij is natuurlijk een beetje gemaakt voor de mainstream gamer die wel wil gamen, maar niet per se de hoofdprijs wil betalen. Hij is gewoon wat goedkoop. Maar ik denk dat die inderdaad niet begrijpt van alles moet online en waar moet ik het dan kopen met spellen en. Is dit nou de goedkope versie en uh, hè, de minder goede versie van um, dus je zou daar wel eens gelijk in hebben. Van feitelijk uh, uh, ja, zouden ze nog meer moeten inhalen. Um, aan de andere kant denk ik dat ontzettend veel mensen ook naar de pc zijn overgestapt. En de grote kracht van Microsoft moet eigenlijk straks met die cloud zijn. Hoeveel mensen gaan dat? Hè, als het straks in die Samsung televisies allemaal standaard zit, uh, ja. wat gaat dat opleveren? Nee, maar dat is. Kijk, dat is uiteindelijk. En daar is nu nog te vroeg voor. Want ja. PlayStation is pas net begonnen met een soort van nieuwe uh, PlayStation Plus in de markt zetten, als ja. het ware. Wat je wil, is over een jaar of twee, drie, als dat, als dat allemaal duidelijk is. En, en, en al die deals zijn uitgekristalliseerd. Dan wil je gewoon weten wat is het aantal Game Pass leden versus het aantal PlayStation Plus leden. En of jij Game Pass speelt op de Xbox Series X S, of op de PC of op misschien wel een oude Xbox One. Maakt niet, verder niet zo heel erg veel uit. Ja. Zeker als je dat, dat streaming, dat cloud gaming, als dat een uh, standaard wordt. Want dan maakt het echt niet meer uit. Nee. En eerlijk gezegd, dat kan je prima doen met een Xbox Series S. Ja. Alleen het is nog te veel vroeg daarvoor. Dus ik heb het idee dat Xbox Series S wordt gewoon niet door de doelgroepen waarde geschat. Mm -hmm. uh, en dat begrijp ik. Uh, voornamelijk vanuit het perspectief dat er te weinig opslag op zit. Grafisch gezien is het een prima ding, maar ja, je wil gewoon tenminste 1 terabyte hebben, liever nog meer. Nou, dat is duur, weet je. Zo'n zo zo geheugen uh, ding voor die Xbox kost 200 euro volgens mij. Ja, 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 dan, dan heb wel je 1 terabyte ja, ja. erbij. Is gewoon echt duur. Nou, dan heb je al bijna de prijs voor een Xbox Series X. Uh, als je een S hebt plus die, uh, die upgrade. Dus dan wil je een X. Nou, die zijn bijna niet te krijgen dus ja. goed je ziet gewoon daar is van alles um, uh, gebeurt daar um, ja, ja. Het, het, het is gewoon een ja zo, uh, ook ook bij de PlayStation vind ik steeds disc met disc en zonder disc ik denk dat toch veel wat meer mainstream gamers dat dat een lastige keuze vinden, want ook nou, daar loopt die minder goed. Om heel eerlijk te zijn, die Xbox, als jij een disc hebt, maar geen internetverbinding. Stel je voor dat Xbox uh, live eruit uitlegt. Ja, nee. Dat kon, dat, dat Microsoft kan je niks gaat failliet, weet ik wel. Ik kon nooit ja. meer terug. Jij hebt je Xbox en een disc. Ik zweer je, ja. die game doet het ook niet. Nou. En uh, misschien zijn er games die het dan wel doen. Ik weet het niet. Maar volgens mij wordt alles online gecheckt. En ja. Als die dienst uitgaat, dan speel je gewoon niks meer. Dat is vervelend. Overigens, uh, deze week, ik zag het volgens mij gisteren of eergisteren voorbij komen, op social media, en ik weet niet of het in Nederland is, maar het was Engelstalig, um, kon je weer een, uh, een kwartaal uh, Xbox Game Pass nemen voor uh, 1 dollar. Oh. En uh, hoe doe je dat? Nou ja, goed, ik zag, ik zag een tweet ervan bijkomen. Ik weet niet of ik hem kan vinden. Um... Ik, ik, ik heb een vriend van mij die dat ook doet. Ja. En um, uh, de, volgens mij moet je dan instellen dat je in Amerika zit. En er staan een aanbieding. En daar zijn ze wat makkelijker met die aanbieding. Want die concurrentie is wat harder. En dan uh, neem je gewoon die, die, die game pass je mee volgens weer naar, naar Europa. Doordat je die instellingen verandert. En dat werkt. Ja, het was ook nog ultimate, inderdaad. Ja, uh, ik, ik kan het nu even niet uh, vinden. Ik zag hem wel, uh, oh, hier, uh, deze van 26 april 2022. Ja, inderdaad, de loadout. Um, even kijken, with Induction of game Pass maar ik denk, dit is 22. Ja, uh, drie jaar voor 1 euro. Ja, nee, maar ik ken iemand die heeft dit gedaan, inderdaad. Ja. Oké, okay. voor 1 dollar. Ja, goed. Uh, ik, ik dacht dat het namelijk een marketingactie was. Dan moet ik even nog goed opzoeken. Het is, het, niet... okay. het is een marketing, maar het is voor een heel specifiek gebied. Alleen het, ah. je, het is overal te activeren. En dat. Um, uh, kijk, als zij hun 3 miljard leden moeten hebben. Drie jaar voor één dollar. Dat is een mm. goede deal, uh, jij. Ja, nee, dat vind ik ook vrij scherp aan de prijs. Ja, ja. ja want dat ja, als is het... anders ben je uh, pak een beetje uh, 180 <laughs> dollar per jaar kwijt. Keer ja. Drie uh, dan zit je toch al gauw op 524 um, uh, dollar. Inderdaad. Nou, en wat ik hier nou zo belangrijk aan vind, is: dit is ook uh, de oorlogsvoering van Xbox. Uh, natuurlijk, het heeft te maken met, met, met hun hele. Uh, Presentatie met de komen 40 games aan, dan moeten ze weer eventjes: hey Jongens, neem nu die Game Pass. Uh, want ja, nu denk ik, omdat er wat minder op staat, zijn mensen minder snel geneigd. Dus ze willen de mensen er nu op hebben. Straks lukt dat beter. Sony komt ook met zijn uh, uh, product. Maar die kan dat gewoon niet voor 1 euro in de markt zetten. Want dat dan, dan verliezen ja, maar ze daar ook weer. Maar ze doet dat ook niet. Dit is gewoon. Ik, ik weet niet. Maar dit is ja. niet de bedoeling dat de hele nee. wereld voor 1 dollar uh, die shit afsluit. Oké. Okay. Maar goed, het, het is nou eenmaal zo. Um, ik denk namelijk wel. Oké, okay, dan. Snap. Uh, ik denk namelijk wel dat ze nog vaker met dit soort acties gaan komen. Omdat. Wat ik al zeg van ze moeten gewoon. Uh, drie jaar volume. voor één dollar, uh, drie jaar niet. Ik dacht dat ik, dat ik iets zag van drie maanden, een kwartaal, dat soort dingen. We hebben ook een tijd gehad, een kwartaal voor één euro om, om mensen er even in te, in te krijgen. Uh, dat, dat zie je gewoon bij heel veel dingen. Probeer het een maand uit. Ik, ik, het verbaasde mij gewoon dat ik dat niet bij Sony zag. Weet je wel, en uh, dat zijn altijd de beste tools, zeker voor services, om uit te proberen. Netflix probeert het een jaar. HBO probeert het een, weet je, of een maand. Uh, dat, het, dat het eventjes gratis is. YouTube, weet je op premium probeert het een, een, een maand. Spotify probeert het een maand. Ja, maar ik heb wel... Um, kijk, die, die kosten voor die abonnementen zijn ja. voor mij een drempel om zo'n console te kopen. Dus ik heb dan zoiets van een Playstation, Xbox en alles. En je koopt alles ja. en je speelt waar een game is, whatever, het maakt niet uit. En nu heb je zoiets van, of tenminste ik tenminste, ik ik, ik, bedoel, ik heb Xbox, ik betaal voor Game Pass. En uh, ik, ik, ik ben terughoudend in het kopen van de PlayStation 5, mm -hmm. omdat ik zoiets heb. Van, ja, ik hoef niet nog een abonnement erbij. Nee. weet je, ah. ik ga ook niet Netflix en HBO Max. Nee, ja. Ik zeg mijn Netflix op, ik neem HBO Max. Weet je, en de enige die, die 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 stunt, want het werkt wel, die is bijvoorbeeld Amazon. Mm -hmm. Dus ik bestel iets op ja, Amazon games of zo, gratis na nou, nee Amazon Prime is, is uh, ja. wat je doet als jij weet ik als je het bestelt op Amazon, we ja 99 cent kosten. Ze zeggen van we kunnen het ook gratis verzenden en dan heb je gewoon nu een maand. Uh, ja. Prime erbij, weet je, dus heb ik zoiets vandaag. Ja. Dat doet Albert Heijn ook met Albert Heijn te koop. Daar je voor een abonnementje, betaal je 15 euro, maar dan mag je ze vaak bestellen als je wil. En dan, dan is hij er geen vooruitkomst. Bij bol.com bedoel je? Nee, Albert Heijn het heeft. Albert Heijn. Oh, Albert, Albert Heijn te, te kopen. Oh, ja, oh, ja, ja, precies. Okay. Nee, met, uh, precies. Dus um, ja. Nou ja, goed. Ik zeg van ik denk dat Microsoft nog vaker met dit soort dingen gaat komen. Omdat zij willen alleen maar. Zij zijn erbij gebaat om zoveel, men, zoveel mogelijk mensen naar binnen te halen. En het is. Het is, het is als een soort van stok met lijm. Hè? De, 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 de 100 mensen lok je ermee naar binnen. En daar blijven er 10 van plakken. Weet je. Ja. Weer 10 mensen die langer uh, abonnement uh, uh, krijgen. Maar goed. Um, ook dat gaan we allemaal in de gaten houden. Dan iets wat. Um, Misschien Boris wat pijn gaat doen. Is oh, nee. um, heeft, uh, dacht, ja, Vonden wij allebei een, een, een redelijke uh, presentatie ja. hadden ze Koste. gedaan. Het is een bedrijf wat we allebei uh, hoog hebben zitten. Leuke games, uh, leuke stijl. En toen zag ik opeens deze tweet. Um, dit en ik, Nee, laat, laat ik het anders zeggen. Ik heb namelijk even de stock price. Uh, dit is de stock price van... Um, de volver. En die, die Himalaya hier naar beneden was exact op het moment dat ze de, de presentatie hebben gehouden. Wat is een GBX? Wat is dat voor currency? Uh, ik, een pond. Ze zijn in Engeland aan het. Oh ja, oké. Okay, dat is ja. een great British Pound. Uh, de reden is: um, ik heb het even een beetje verder uitgezocht. Is Zo, kijk eens even wat er gebeurt: van 140 naar ja. 62,90. Ja, precies. Uh, ze hadden aangekondigd dat de winsten uh, minder waren over het afgelopen uh, jaar. En dat uh, ze ook een, 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 een winstwaarschuwing voor het komende jaar Ze, ze hebben wat minder games. Um, overigens, nu kun je natuurlijk zeggen van, uh, uh, what the fuck, weet je wel, ze zijn doemd. Uh, zat ik even te scrollen in uh, die tweet die ik zag en op een gegeven moment komt daar een meneer, en die, dat is de Dark Detective, oh jee. die zegt... They were overvalued. Now that their share price is cut in half, they're still trading at 13 times expected adjusted EBITDA yeah. for the current fiscal year using their new guidance. Their old price was so high that the situation was highly flammable. Jij hebt het hier wel vaker gezegd: die prijzen van, uh, van game publishers op een gegeven moment uh, tijdens de pandemie, en zo het lag zo hoog omdat iedereen had van oké, okay, alles is kapot. Ja. Mensen zitten alleen maar thuis, uh, zitten de gamen, dus daar moet ik wezen. Ja. Um, dat dat onhoudbaar hoog is en dat dit dan eigenlijk een herevaluatie is van de prijs. Ja, ik, ik denk dat dit waar is, maar goed, dit is, een, dit is de conclusie die je trekt als je er echt eventjes vijf minuten naar kijkt. Ja. Het zal zeker waar zijn. Um, ik, ik ben niet op de hoogte verder van de uh, van van alle uh, facetten van de prijs van um, uh, van, van, van 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 die volver ja um, ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad overveld het was waren er heel veel maar aan de andere kant een, uh, een, een drop van 80 we uh, moeten <laughs> 60 procent van 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 hun shareprijs die dat is echt wel pittig ja en dat um, ja, dat, 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 daar kom je ook niet meer zo van bij. Ik kan me voorstellen, mensen die hierin zitten, mm -hmm. omdat ze een portfolio aan videogames hebben. Kijk je, je, wat, er is nu iets raars aan de hand hè, in, die, in, die, in die aandelenmarkt. Uh, de FED is de rente aan het verhogen. De ja. ECB gaat het ook doen. Of tenminste, dat zeggen ze, dat kunnen ze niet eens, maar dat gaan ze doen. En um, dan uh, ja, dat, dat, dat zie je, ga je gelijk terugzien in een soort paniek die op die aandelenmarkt mm -hmm. uitbreekt. Mensen hebben zoiets van mijn geld terug, mijn geld terug, mijn geld terug. Al ja. het eruit. Want het het in elkaar. Nou, dit is hoe dat in elkaar zo eruit ziet. Dus wat je, hier te, wat je hier ziet, is hoogstwaarschijnlijk niet alleen uh, de, de, de correctie terug naar, naar de min. Maar well, hij is nog te hoog, wat die guy ook zegt. Ja. Dat, dat is misschien ook wel een punt. Maar aan de andere kant merk je ook van je ziet dit echt. Overal terug. Mm -hmm. Het enige is. Je ziet het niet. Bij alle game uitgevers terug, want IE nee. en Nintendo dat blijft redelijk stabiel. Ik bedoel, er zit echt wel, weet ik veel, er gaat wel 3% af of iets dergelijks, maar ja. niet zulke krankzinnige 60% correcties zoals wat we hier zien. Oké, okay, terwijl uh, ik heb mijn, uh, mijn laptop niet aan het stromen, dus die gaat straks uitvallen, maar uh, de... nou, misschien kunnen we nog snel even de share price van IE erbij zoeken, anders kan ik, uh, kan ik even, even kijken. Even oh, oh, kijken, ja, ja, dat, dat gaat dan wel lukken. Nee, maar er komt toch iemand aan uh, die, die even het stekkertje er misschien in uh, kan doen. IE uh, Price. Even kijken hoor. Donde straalt die ook naar beneden. Nee. Nou ja, goed. Dan moeten we eigenlijk even kijken naar. Uh, dat is één dag, laten we zeggen één maand. Ja, nou ja, je ziet dat uh, ook IE uh, is wat naar beneden gekukeld. Uh, ja, krabbelt dan wel weer wat omhoog en gaat weer wat beneden. Dus ja, die. Hier, Boris, dit is EA. Ja, nou, dit, ditzelfde plaatje is bij Activision. Bijvoorbeeld zie ik dat nu terug. Dat is ja. nu 74 dollar. Dat is ook wat... Niemand wat, weet meer waar, nee. het, waar het geld nog wel ingestopt moet worden. Nou, dat is, nou, pas, dat, dat is <laughs> absoluut nu een, het, het grote, grote issue. Dat mensen niet uh, uh, weten waar, waar ze naartoe moeten. Dat, nee. dat is heel vreemd. Het is een hele rare tijd. Want over het algemeen heb je altijd als hedge tegen de aandelen... heb je de staatsobligaties. Nou, dat, dat gaat nu ook helemaal kapot. Ja. Um, ja, het is gewoon heel, heel, heel erg lastig. De inflatie vreet je spaargeld op. Daar kun je ook niet meer in gaan zitten. Nee. Um, die, die aandelenkoersen storten in elkaar. Ja, wat, 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 wat blijft er nog over? Nee. Heel specifieke uh, aandelen van, van een paar bedrijven... die nog overeind blijven. Maar ja, Bitcoin weet het goed, want voedsel moeten we altijd nog kopen. Precies, voedsel. Uh, dat zijn die <laughs> dingen. Maar bijvoorbeeld, datzelfde zou je kunnen zeggen van energie. Maar Shell is ook uh, ja. naar beneden gegaan en... Ja, het zijn, het zijn hele rare, rare tijden. Reden, ja. Dus je kunt de volver, moet je een beetje binnen die context zien. Zeker. En dan denk ik, er is absoluut van alles aan de hand. Want 60 procent, dat is, dat is echt heel veel. Nee. Um, en als ik die tweets. Okay, maar ik, ik zal je eerlijk zeggen, dit zijn wel het soort momenten waarop, ik, waarop mijn interesse gewekt wordt. Want uh, waarschijnlijk ja. is deze correctie nog niet klaar. Uh, um, het is de moeite waard om heel even te kijken naar de earnings van die volver. Wat gaan ze dan werk doen? Wat hebben ze gedaan? Ja. Wat voor titels hebben ze? Hoe schat je die titels in? Nou, als ik hun titels. Uh, inschatten, denk ik. Ik heb altijd heel veel crap gezien en dan een aantal games die iets veelbelovender waren, mm -hmm. die het dan nooit echt helemaal waar maakten. Uh, Shadow Warrior was een goed voorbeeld. Of de oh was dat Shadow Warrior? Ja, Shadow Warrior 2 hadden ze volgens mij. En um, uh, bijvoorbeeld My Friend Pedro, dat is ook zo'n titel toen niet aangetoond ah, dat iets of uh, getoond dat iets van ah, vet bleek uiteindelijk van gemeten te spelen. Dus ja, weet je, die Wolver moet een beetje. Um, ja, je moet die games een beetje inschatten. Ja. Van, hoe gaat dit werken? Ik denk dat ze ook misschien wel wat last gaan krijgen van Game Pass in die zin van dat toch wel wat indies zijn die dat heel erg een fijne uh, propositie vinden dat ze zeg maar het startbedrag krijgen dus de ontwikkelingskosten. en daarna uh, Zij zijn natuurlijk gewoon een publisher, dus zijn afhankelijk van indies die voor hun weer games willen ja, maken ja maar zij kunnen ook naar Microsoft op en zeggen van nee, deze titels wil je die in Game ja, Pass ja nee dat, dat is waar um, ik, ik vond qua games vond ik het ook wel wat minder de vol dat dat ik zag van er zit niet grote game bij de wow wat 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 vet maar ja dan nog uh, dit dit zijn gewoon aandeelhouders die gewoon in in paniek uh, zijn en het staat eigenlijk niet tot de kwaliteit die ze leven maar pijnlijk is het nou, wel je, de, de als dat waar is van die ene tweet wat die dark detective zegt die zegt van inderdaad der, het is nog steeds 13 keer de earnings ja um, dat dat moet ongeveer tussen de vijf en acht keer de earnings zijn, dan ja. dan, dan dat dat is enigszins redelijk. Oké, okay. daar kan je wat mee. Ja, maar uh, uh, dan is ook de, bijvoorbeeld nog de vraag van hoeveel dividend keren ze uit, want een bedrijf kan wel. Uh, overgewaardeerd zijn, maar als zij relatief veel dividenden uitbetalen, ja dat, ja, dat is ook interessant, weet je. Dus ik, ik weet het niet. Dat, nee. uh, uh, ik heb nog nooit naar het aan de, Ik wist eigenlijk niet eens dat het publiek <laughs> verhandeld werd. Nee, alleen in dus, Engeland uh, inderdaad. Ja, is niet nou goed, bols, dan gaan, we gaan we kijken. Uh, <laughs> ik, vind, ik vind dit interessant. Ik ga het um, zetten op mijn lijstje, ga het checken. Tot slot, um, ja, <laughs> we hebben het al heel vaak over gehad. Uh, de PlayStation 5. Um, Slecht in de winkel ligt hij. Nou, er, genoeg over gezegd, maar er zijn er altijd winkeliers die daar uh, proberen een uh, extra centje aan te uh, verdienen. Um, nou, we hebben het al gehad over de Media die er dan de ene mediamarkt die gooit, er voor 400 euro troep bij en die moet je dan kopen. De andere Media zegt, je hebt hem hier gewoon los. Um, je weet dat er ook gewoon bedrijven zijn, de wat vagere bedrijven, die dan gewoon echt veel geld ervoor vragen. En deze werd mij getweet door een, uh, ja, door ook iemand vanuit de community. Ik heb dat even nagecheckt en inderdaad, uh, ik weet ik wist niet meer dat VND bestond, maar VND bestaat nog, st nog Alleen steeds. Alleen online. Online, VND online. Daar kun je, dames en heren. En er is er nog maar één. <laughs> dus wees snel: 919 euro voor een PlayStation 5 Disc Edition. Er zit niks bij. Nee, hey, er zit geen troep bij. Dus dat, dat, dat vind ik dan wel aardig van ja, bij, bij de rest krijg je tenminste nog troep erbij voor die prijs. Ja, dat, uh... 919. Uh, hij wordt wel gratis be, bezorgd. Dat ja. is dan wel uh, Waarschijnlijk mogelijk. door de directeur hoogst persoonlijk in zijn BMW uh, 5-serie. Dit is toch werkelijk waar. Ja, ik, en ik, en ik, ik heb het al vaker gezegd. Wa kan PlayStation hier wat aan doen? Het antwoord, is nee, 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 maar waarom dan zouden, dan zouden ze? Nog, ja, je, waarom zouden ze? Ik bedoel, als jij besluit om je Xbox of je PlayStation op marktplaats te zetten voor 1000 euro, ja. dan staat je vrij om dat te ja. Wees blij, man. Stel ja. je voor dat ze een zoon je zo opbellen en zou zeggen: Van Nee, dat mag niet. jij Het is toch jouw plek. Nee, dat is mij, maar zo'n wi winkelketen. Nee, maar de ja. winkelketen mag dat ook. Het enige is van ja, ze gaan het niet verkopen. Dat ding gaat nog helemaal te koop staan daar. Ik, ik ben benieuwd, ik ga het in de gaten houden. Nou, ik ik kijk, ik denk, kijk, kijk, kijk voor de grap ik eens denk, even. Of jij er nu nog is, kijk eens heel even, ga zelf even naar Marktplaatsen en kijk eens even voor PlayStation 5. Hoeveel daarvoor even staan? Kijken. Deze is 919 euro. Even kijken hoor, hup, hup, hup. Even hier zo. Uh, marktplaats. Maar, hou, oh, we gaan we weer? Marktplaats. Uh, en uh, PS5. Oh, je, je googelt. De... Oké. Okay. Ja, oké, okay. sorry. Uh, hier moet ik naartoe gaan. Hè? Yeah. Nou, laat zien. Even kijken. Zit ik? Maar ja, doe ik? eens even op het scherm, dan gaan we zoeken. Ja, meekijken. moet ik even... Oh, even op het scherm, ja. Je moet maar, ik, zit, ik, heb namelijk, ik zit nooit op Marktplaats. Nee, ik denk okay. dat ik, hier... ik Ik help je ermee. Hè? Ja, ik help mij er even bij. Het, het is een website. En dan, uh, goed, je moet er eventjes uh, uh, op klikken. Daar links, conditie. Of nieuw en zo goed als nieuw. Uh, doe die, klik die twee maar aan, ja, allebei. Nieuw. Hop. En zo goed als nieuw. Ja, en dan krijg je niet alle splitters en alle andere rotzooi krijg je als het goed is. Moet ik eventjes. Uh, uh, spelcomputers en ja. games, ja. Yeah. ik we eventjes deze doen? Ja, je moet even die uitklappen, dat dingetje inderdaad. ja. Godverdomme, boosje. Klik eens op spelcomputers. Hier, hier heb jij een muis. Oh, oké, okay, nou, dan gaan we. Ja, jij zit hier dagelijks op. Ja, verkoopt. Of oh, je muis. Ik ben nu. Ik ben een muis ook kwijt. Ik zie hem niet. maar je muis zit hier. Kijk, 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 kijk. kijk. Hier zit je muis. Oh, zie je, de... je hier? Zie je hem hier? Hij zit bij verzenden. Nee, je, de... hij heeft hem zo ingedrukt. oké, oké. Wacht. Oh, ik zie hem niet. Oké, okay, dat was het. Ja, we gaan hier spelcomputers. Oh, zou je zien dat er net de stroom uitvalt. Hè? Je moet nog een keer klikken. Hij doet niks. Hoppa, wat gebeurt er man? Wat is er met je laptop aan de hand? Wat is dit voor een... Nou, hij is een hele goede laptop. Ik denk dat je op deze spelcomputer deze moet kopen. Deze moet je klikken. Ik klik toch? Ja, deze, deze. Het gebeurt er allemaal. Waarom, Waarom blijf die ik niet? nog steeds hier zitten? Nou goed, oké. Okay. Weet je wat? Ga maar naar Amazon. Fuck Marktplaats. Wat altijd al een pauper site geweest. <laughs> dit werkt voor een meter. Er zit nu toch wel stroom in of niet? Marktplaats. Of sorry Amazon. Amazon.de. amazon.de. Kijk. Hoppa, daar gaan we. Zo. En nu weer uh, even kijken, moet ik dit met allemaal continue. Oh ja, hier gewoon even PlayStation 5 play. Ja. Station 5, jawel. Klik, klik klik. Even die cookies weg. Even die cookies weg. Accept cookies. Oh jongens, al die cookies, cookies. Um, nou, dan klik je op de console. Uh, even nog, uh, doe even 11 En dan kunnen we even op het groot scherm F11. kijken. 11 Kan ik meekijken. Moet ik op deze? Doen we gaan even live? Deze, bestseller. Nee hoor, wacht even. Ik, ik zie niks. Ze dus moeten even op uh, full screen. Dan kan ik meekijken. Klik eens eventjes op die Sony PlayStation 5. Daar, daar staat hij. Deze? Ja. Oh. Klik. Zo, en wat je nu zometeen gaat zien, is van andere sellers. Zodra die op het grote scherm staat en ik mee kan kijken. Ja, ja. kijk, dan gaan we. Even kijken, geef mij dit ding. Ja. Sony Playstation. Ja, dat ga je alleen hier zien. Ja. Nou, als het goed is, kun je naar beneden. Scrollen, kijk. En dan... Other customers. Waarom zien we niet andere sellers? Jot, verdomme. Dit experiment, het gaat natuurlijk... Het is ongelooflijk. Oké, okay, dan nou, gaan we even terug nog. Ehm, um, ga eens terug. Doe eens back. Ja, nog één. Hier. Ja. Wat? Pijltje ja. daar. Hè? Ja, hier bedoel Oh, daar is die pijltje. Ja. Oh, dat staat er nog. Kijk, even kijken of er nog. Uh, zijn mijn games. Dualsense controller. Currently unavailable. PlayStation 5 controller. Hier, PlayStation 5. Even kijken. Ik... Het hele experiment, jongens. Wat een experiment, jongens. Ongelooflijk. Hier nieuw. Oh, wacht. Hier heb je een nieuw. En used vanaf 749 euro. Negen stuks. waar zie je dat? Oh ja. Euro. Kan je hier niet op klikken? Nieuw en ja. used, Ja. Hoppa, Kijk, eens. Kijk eens, die lijst had ik nodig, inderdaad. Nou, dan zie je hier uh, Oh, maar 9 options. Ja. Eerlijk gezegd. Dat is weinig. Want uh, ik weet dat op marktplaats staan er veel meer. Ik had voor Xbox gekeken, er staan er echt duizend of zo. Okay. Um, ja. Maar dan zie je 29, 79, 789. Um, nou, zie je ongeveer 750 euro of zo. Ja. goed. Er zijn ook wat gasten <laughs> zijn maar gek geworden. Uh, dat, dat, dat kan. Maar, ja. dat, uh, maar over het algemeen, is het zo van 750 euro. En dan, dan krijg je niks extra's. Nou, goed. Dat heb je 200 euro betaald voor, ja. uh, voor dat ding. Maar, maar 919 euro is echt. Dat, dat, dat kan. Ja. Nou, ja, goed, jongens. Uh, niet gaan winkelen bij vnd.nl als je, je geld. Uh, als je, je geld. Iets, ook iets waar het is. Want uh, je kan nog steeds. Ik zie ze ook in winkels. Wel gewoon voor de normale prijs. En bij PlayStation oh, ja? zie je Ja, heel af en toe. mediemarkt heeft er een paar keer al wat. Gedropt gewoon voor ja. op normale prijs. Het is er wel. Doe dit alsjeblieft niet. Maar goed, nogmaals, als je het echt moet hebben, kan je het natuurlijk wel doen. Maar ja, ik vind je een beetje maf. Beetje en, maf ben je wel. Beetje maf ben je dan wel. Uh, ja. Goed, volgende week, nieuwe Piep show.